Dus als je hem naar daar draait en ruimte. Dan wordt het balletje naar daar. Oh. Nee, maar deze schouder een beetje meer naar daar. En ja, en nou zorgen dat als je de speer zou loslaten, moet die op je lichaam vallen. Zo moet je denken. Dus als je, hij moet erop vallen. Ja, je moet eronder staan. En dan ga je zitten, duw maar uit. Zo zie je wat hier uit kan. Door je benen zakken, leunen en douwen. Een beetje mee heupen, richting hier. Dit moet ook rek staan. Dat is de roer, vind ik. Lanceren maar die hap. Zie je die speer gewoon door vooruit te gooien, totdat je erachter komt, hoogte krijgt. Eigenlijk gooi je alleen maar naar voren. Ja. Doordat je zorgt dat je schouder achter links zit, krijg je druk omhoog. Dan krijg je hoogte. Ah, nee, zwijf, je gooit alleen maar naar voren. Maar ik heb gezegd, dus grotere stap, nog groter. Ja, dat is ja, het lijkt of je een mega stap hebt. Ik ben mij de hulp. Ja, ik dacht wel dat ik ja, nou, het roer en duwt hem maar uit. Ja, dan kun je gewoon simpel in één keer doordrukken. Als je zo staat, is het niet makkelijk. Dan ga je gelijk zo staan, net op je dan duw je hem echt op je heupen. Dus die rechter heel hard. De muur. En dan draait dit naast. Kijk, en dan blijf je zitten. Dat is heel het verhaal. Bart en iets gaven aan dat het been in een hoek van 45 staat bij zijn les. En bij de afworp naar 52 gaat. Dus ik heb een beeldje van Jeroen en Jor. En je ziet bij onze man, ik heb het ze zo aangeleerd, dat die hoek omhoog komt. Dat geeft minder druk. Klaus zegt, eigenlijk doe jij dit. Hup, en je trekt de boog een beetje terug. Want je maakt als je die blok erin zet en houden, ja, bij jeugd, joh, je houdt ze gewoon niet in. Dus laat ze dan in het begin maar even lekker meegaan. Dat ze het gevoel hebben dat de beweging stopt. En dat ze ruimte naar de worp nodig hebben. Meegaan! Dat is niet belastend. Ja, dat kun je steeds stoppen. En dan, wam, weg is dat ding. Ja, dus in die stappen werken. Staan, filmen hè. Stabiele houding, ruimte ertussen houden, heup moet ernaast. Denk, 100 kilo hou ik zo, zo niet hè. Zo hou ik 100 kilo. Pink, pink. Bam, weg is dat ding. In die stappen denken. Heb je het? Ja. Dus hier moet een 30 cent en voet tussen zitten. Ja, pink, pink. Ja, pink, pink. En nu ga je zitten en druk. Vooral vanaf de pupillen, want dat is het allerbelangrijkste, lopen. Lopen met de speer en houdingen, houdingen, houdingen. Als dat goed zit, nou, en het zit helemaal goed, van houden, en ze weten waar ze mee bezig zijn, dan is het gewoon wachten op moeder natuur. En ja, dan maken ze zoiets mee net bij ons jongens. Dan zijn ze B en dan ontploffen ze helemaal. Dan maken ze progressie van 57 C naar 71 B. Oké? Okay? Dan moet je ervoor zorgen dat de balans in je lichaam gunstig blijft. De verhoudingen kloppen. Dus wat doen wij meestal als warming up? We gooien een beetje los. En dan voor het zware werk doen we een aantal oefeningen. En dat is dit. Borst vooruit houden en gewoon spanning. Ja? Kleine tikjes geven. Dit. Doe maar woensdag ook hoor. Tegenovergestelde beweging hey, van de. Dat doen we woensdag ook hoor. Oké. Okay. We draaien ons om. Hè? En we doen dit. Die kun je ook zo doen. We doen dit. Lekker weglopen wordt niet heftig. En dit. En een cirkel maken. Ja? Dat is een stukje stabiel houden. En dan heb ik er nog één, dat zag ik een pool doen in Kaunas. En omdat je rug nogal asymmetrisch belast wordt, is dit gigantisch lekker na de training. Zo. Ik ben een oude fan, dus ik kan het nog steeds. Oké? Okay? Beetje van links naar rechts, over je heen, achteruit. Hoe meer je de elastiek op spanning zet, hoe heftiger. Ja? En we hebben er een aantal liggen, we gebruiken ze ook veel. Oké. Okay.
Nou, en dan voor de elleboog en de rotator cuff kun je dit doen. Doe je dit endorotatie. Ik zal naar de camera kijken. Exorotatie. En voor de elleboog, een beetje voor te bereiden, doen we dit. Nou, je kunt ze zo vasthouden. Dus gewoon een beetje de zogenaamde misser simuleren. En dan is het goed. En dat is voor de tennissers weer interessant. Om ook de andere kant te doen. De verklaring. Ja. Het aanlopen tot het schouderen en. We gaan eerst gewoon frontaal lopen. Maar letten we op, lekker vlot op de voeten. Speerpunt voor je gezicht. Want de speerpunt voor je gezicht wil zeggen, dan loop ik er ook gemakkelijk langs. Als de punt daar steekt, dan ben je al uit balans voordat je de speer er überhaupt achter zit. Dus de punt voor je gezicht en lopen. Nou, jullie. Punt voor je gezicht, je noemt het dan. Ja. Hè. Ja. Dus wat doen we? We doen hem nog een keer. Maar mooi hier, de punt voor je. Hij mag wat laag, maar in feite staat de speer een beetje met zijn punt naar beneden. De punt is laag, hou ik hier. Maar hij kan hier van weglopen. Ja. Ja, gewoon doorlopen. Ja, perfect. Ja, punt naar beneden, punt naar beneden, staart hem op. Het is al veel beter. Staart moet van... Nee, gewoon recht hoor. Van één keer. Dan gaan we door. We beginnen achteraan en we schouderen hem iedere keer. Laten we hem zakken, lopen weer een paar passen door en we schouderen hem mee. Doe jullie het even voor jongens. Kijk, hup en terug. Bjorn gaat eraan komen. Denken, hè? Het moet balans zijn. En als we zo gaan lopen, dan schiet het niet meer op. Het loopt voor geen meter voor te beginnen. Want we moeten nog altijd wel snelheid opbouwen. Je schoudert en dan komt hij. En als je dan al zo loopt, van, dan vliegt, daar kom je niet meer vooruit. Dus wat gaan we doen? We lopen. Je rechtervoet komt op het merkpunt. En we lopen gewoon, kijk. Ja? Als je goed achter wil zitten, loop je gewoon met je niet-werparm hier te roteren. Als je te veel daar zit te roteren, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat die schouder daar zitten. Zit hij daarnaast. Dus ik wil mijn schouder achter de hoek hebben, achter mijn heup. Hier loop ik. Ja, dus ik loop. Is dat duidelijk? Dit is onze roep. Dat is het enige controlepunt wat we hebben. Dit is onze roep. Als dat te veel daar zit, krijgen we spanning in de schouders en dan wil je achter zitten, dat gaat niet meer. Als je meer hier zit, dan kun je bijna zo lopen. Wauw, man. Controle. Ja? Dus lekker losjes zijn. Hoog en hier. Dus één, up. Kijk, en in persoon duw ik mijn heup iedere keer mooi naar voren. Duidelijk? Kijk, en nou is er die balans. Zie je? Naar links. Ja, kijk, nou zit je wel mooi hoog met je armen en hoek. Ja? Zie je hoe ze nou eigenlijk baart? Ja, nou heb je nog even deze beweging. En dan gaan we gewoon spelen. Onder het door, onder het door. Oh, zie dat ik mijn rechterbeen wat strak hou. Oké? Goed, toepassen drie commando's. 1, 2, 3. 3, gas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, en 1, 2, 3. Ja. Die komt er. Een klein beetje. Niet zo die knieën, zelfs in detail. Niet met de knieën mogen, laag doortrekken de benen. Niet bij de impuls optillen, want optillen is niet naar voren. Duidelijk door, naar voren. Zwaartepunt moet erin.